Antwerp kreeg zijn licentie voor het volgende seizoen. Dat kon u gisteren al horen en zien in het ATV-nieuws. Ook de gesprekken over een financiële inbreng van Jos Verhagen gaan volgens het Antwerp-bestuur de goede richting uit. Sportief valt er voor Antwerp dan weer niks meer te rapen in de slotfase van dit seizoen. Maar ondanks die situatie wil Rood-Wit een sprankelend slot aan het zevende seizoen op rij in tweede klasse breien. Gisteren kwam degradatiekandidaat Vetteren naar de Boshuil. Schorsingen en blessures maken dat er geen typeploeg van Antwerpen het veld oploopt. De meest verrassende naam, Kevin Baert. De jonge Antwerpenaar viel alles in, maar krijgt zijn eerste basisplaats sinds een zware enkelblessure van vorige zomer. De lange weg zit er eindelijk op. Baert voelt zich als een vis in het water. Toen ik mijn naam op het bord zag dat ik ging starten, had ik er echt zin in. En ik denk dat de rest van de ploeg dat ook wel had. Dus ja, dan speel je altijd met vertrouwen. En dan zo mooi weer, supporters waren er, goed veldje. Dus veel vertrouwen om te spelen en ik had er zin in. Na gelang de trainingsweek, de trainingsarbeid en het verteren van die arbeid, kan hij zijn positie opeisen. Dus ik ben vooral tevreden, niet voor de club, niet voor de ploeg, maar vooral voor Kevin zelf nu. De Antwerpse voorzetten komen van de rechterflank. Baert zwiept voor. Oris staat na 25 minuten op de juiste plaats voor zijn 17e van het seizoen. De twee Kevins vinden elkaar op het juiste moment. Afgaande op het spel een logische goal voor Antwerp. Waren het niet dat dit de gelijkmaker is, want na 4 minuten heeft de Antwerp defensie geklungeld en heeft Servet de score geopend. Dat is een doelpunt dat te voorkomen is. Dat is een understatement, toch? Ja, zacht uitgedrukt, hè? Ja, dat is gewoon, laten we eerlijk zijn, dat is gewoon een gaffer. We laten veel te veel ruimte in onze rug in de verdediging. Ik denk dat aanvallend dat het eigenlijk nog redelijk goed ineens zat. We combineerden vrij goed. Toch dat we in een systeem speelden dat we niet echt gewoon waren, omdat we normaal gezien met twee verdedigingen in de middenvelden spelen. Want geen Di Gregorio en Lambeau op het middenveld. Antwerp creëert te weinig in de eerste helft om de term einde seizoenswedstrijd te vermijden. Ook op de tribune denken ze vooral aan volgend seizoen. Jos Verhagen is een sympathieke man. Dus goed, ik heb hem hier inderdaad ook al eens keer tegengekomen. Dat is heel mooi, heel sympathiek dat hij voor onze club komt supporteren. Geen Jos Verhagen in de business seats, naar verluidt wel mensen uit zijn omgeving en zeker voorzitter Eddy Wouters. Wouters ziet een betere tweede helft van de Great Old. De aanvoerdersband inspireert Oris tot verantwoordelijkheid na 72 minuten. Hij staat opnieuw op de juiste plaats, het hoofd doet de rest. 2-1, Antwerp buigt zijn achterstand om dankzij twee kopbaldoelpunten van Oris. Het is zijn 18e, goed voor de tweede plaats in de topschutterstand. Het wordt nog beter in de slotfase wanneer Wetteren een Antwerpse hoekschop niet weet uit te verdedigen. Fibel maakt zijn povere partij goed en jaagt de 3-1 voorbij de Wetterse doelman. Het goed gemikte schot van de centrale verdediger staat in schril contrast met de onzekere indruk die hij de hele avond defensief gaf. Antwerp sluit de week af met niets dan positieve signalen en dat is ooit anders geweest.